Hij begon vanochtend vroeg in Friesland aan zijn nieuwste recordpoging. Zijn dochters gaven het startschot. En dan duiken we er straks in en dan heb ik één focus. Zwemmen. En zoveel mogelijk geld inzamelen. Succes. Maarten wil met zijn actie zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kanker. Een ziekte die hij zelf ook had en waarvan hij genezen is. Maarten zwemt eerst langs 11 steden in de provincie Friesland. Hij volgt precies dezelfde route als bij de beroemde 11 steden schaatstocht. Die is dus bijna 200 kilometer lang. Als hij klaar is, pakt hij de fiets en legt hij die afstand nog eens af. En tot slot doet hij dat nog een keer, maar dan lopend. Het is niet voor het eerst dat Maarten zoiets doet. 5 jaar geleden probeerde hij al eens de 11 steden tocht te zwemmen. Dat mislukte. Hij moest toen na 163 kilometer opgeven omdat hij ziek werd. Ik heb steeds het gevoel alsof ik in slaap val tijdens het zwemmen. Ja. Een jaar later lukte het bij de tweede poging wel. Toen mochten mensen ook een stukje met hem meezwemmen. Ik dacht nog tijdens het zwemmen, ik heb vorig jaar best wel geleden. En ik heb eigenlijk heel erg genoten dit jaar. Het duurde wel lang, maar het was ook wel heel erg bijzonder en heel erg mooi. Met zijn eerste en tweede poging haalde hij miljoenen euro's op. En nu wil Maarten opnieuw veel geld ophalen. Dat gaat hij niet alleen doen, want ook deze keer kunnen mensen een stukje met hem meezwemmen, fietsen of lopen. Een van de eerste die dat vandaag deed was zijn 8-jarige dochter Filijne. En er waren meer kinderen bij de eerste dag van de recordpoging. Met een levensgrote pop van Maarten van der Weijden lopen Deen, Moos en Puk door Sneek. Hallo, heb je al gedoneerd? Iedereen die wil, kan met de kartonnen versie van Maarten op de foto. We vragen mensen of ze op de foto willen. En dan zeggen ze ook, vragen we ook nog of ze het geld willen doneren. En dat willen ze hier wel. Dat ziet er heel anders uit. De broers en zus zijn met hun ouders naar Sneek gekomen om Maarten van der Weijden aan te moedigen. Ja, wat die man doet, dat is ongekend. Niemand die dat kan. Mij lijkt het al als ze begon alleen te zwemmen. En dan gaat hij ook nog fietsen en wandelen. Echt wel dat hij het doet. En ik hoop dat hij het redt tot het einde. Het is voor de familie bijzonder om hier te zijn. Bij de vorige recordpoging waren ze er ook. En toen had Puk kanker en was ze heel erg ziek. Mijn haren vielen eruit. Ik kreeg veel bloedneuzen. Ik moest ook spugen. Het was een vreselijke tijd. Vader en moeder moesten de hele tijd bij mijn zusje blijven. En ik zag hem niet veel. Deen en Moos zwommen toen een stuk mee met Maarten van der Weijden om geld op te halen. Heel bijzonder. En ik ben ook trots op ze dat ze het hebben gedaan. Door veel medicijnen werd Puk gelukkig weer beter. Ik heb het geluk gehad dat ik beter werd, maar andere kinderen niet. Daarom vindt ze, net als haar broers, het belangrijk dat er geld wordt opgehaald voor meer onderzoek naar de ziekte. Er gaan nog steeds veel te veel mensen dood aan kanker. En met het geld ophalen kunnen we zorgen dat meer mensen beter worden. De broers en zus vinden het mooi dat Maarten van der Weijden zoveel geld ophaalt met zijn acties. En ze moedigen hem dan ook graag aan. Als je hem aanmoedigt, dan gaat hij ook sneller. Zodat hij door kan gaan en dat hij het hopelijk tot het einde redt.